Oké, Vloes is vertrokken. Ben de Heus, Nim van Boksen, Jeroen van der Hart, Entertainment, Lange Reis, Mike van der Leest, Tigo Verrips, Luc van Zetten en Wessel van Tilburg. En zoals gezegd in deze kwartfinale, de eerste vier, daar gaat het nu om. Daar zijn de knikkers te verdelen. Alles wat achter vier komt is leuk, maar dan ben je klaar voor vandaag. Dan kan de fiets achter op de drager, de schoenen kunnen uit en het is over en uit voor vandaag de mensen. Nou, nummer 147. Als eerste doen we de tweede combo. En wie is dat? Dat is Ben de Heus. Ja, Ben die vindt zich wel lekker daar op die eerste plek. Dus hij blijft constant fietsen. Ook, oh, ik hoor daar in elk geval een fiets kledderen en ook een rijder gaan. 147 Ben de Heus op de eerste plek. Wie gaat er mee naar de halve finale? 4-0-2, 4-0-2, Jurgen van der Havel. En als derde 101. En 107 is vierde, 101 was Tijdman, Lange Reis en Tigo Verrips. En deze vier staan dus straks aan de plak voor de halve finale. Voor de anderen, bedankt voor uw inzet, maar dat was het voor vandaag. De volgende race, race 2, is alweer onderweg. Aangekomen bij de tweede combo. Zien wij 4-21. Kane van Aastok. Kane staat op de eerste plek. Gevolgd door 1-6-7. En dat is Wouter van Schadewijk. En als ik het goed zie, zie ik dat 183 Marijn Smulders ook nog zich mengen in het strijdgevoel. Kane nog steeds nummer 1. Die gaat zeker door. 167 nummer 2 Wouter van Schadewijk. 183 Marijn Smulders is nummer 3. Ja, en of dat nou...